Woensdag 3 maart stond de gehele dag in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag kunt u kijken naar een compilatie van de live ontbijtshow die vanaf onze redactie op het Mediapark rechtstreeks werd uitgezonden. Daarin kunt u kijken naar de reacties van de lijsttrekkers. Goedemorgen, welkom op de redactie van RTL Hilversum vanaf het Mediapark. Gisteren 3 maart stond de hele dag in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag kunt u kijken naar de reacties van de Hilversumse lijsttrekkers op deze verkiezingen in onze live ontbijtshow. De presentatie zal worden gedaan door Peter Schat van de redactie van Gooi in Eemlander en de Gooi in Eembode. Hi Peter, aan jou het woord. Oké, Claire, nou dankjewel. Nou, ik was wel een beetje beduust van de uitslag, want we hadden een heel goed gevoel over. Ik merkte op straat dat er steeds meer steun kwam voor D66. Maar het is natuurlijk wel heel spannend, maar dat we van 3 naar 8 zetels zouden gaan en de grootste partij in Hilversum zouden worden, dat hadden we echt niet verwacht. Dus het was even schrikken, maar ja, enorme blijdschap natuurlijk. Ook onder het nieuwe team, want we hebben echt als team ook een campagne gevoerd. En positief campagne gevoerd, ook niet richting andere partijen uitgehaald. En ik denk dat dat ook heeft geholpen, dat mensen dat waarderen. Dat je met je eigen punten naar voren komt. En dat je als team je ook presenteert. Dus het is echt een team effort geweest. En die samenwerking heeft ons veel zetels opgeleverd. Is er dan ook sprake bij de PvdA, als ik even naar de buurman ga, om van een soort landelijk effect wat drukkend heeft gewerkt in Hilversum op de uitkomst voor de PvdA? Ja, maar ik ben niet zo sip en teleurgesteld als u hier heeft gezegd. Want kijk, ik wist ongeveer wel dat wij een moeilijke verkiezing in tegemoet gingen. Dat is niet zo moeilijk, hè, want 2006 hebben we behoorlijk hoog gescoord landelijk. Ik geloof dat we ergens in de peilingen toen op 60 zetels stonden. Dus ja, dan ben je niet van deze aarde als je denkt dat je 10 zetels kan halen. En we hebben heel lang gisteravond op 6 gestaan, dus nou ja, goed, dat vind ik jammer, hè? Die had ik wel graag willen hebben. Maar we zijn op het niveau waar we begonnen in 2006 en dat was 5 zetels. Ja, dat heb ik ook altijd gezegd, als ik 5 zetels haal, dan moet ik gewoon tevreden zijn. We gaan eventjes naar Leefbaar Hilversum, want dat is toch ook wel een opmerkelijke uitslag geweest. Toch fors in moeten leveren. Teleurgestelde avond gisteren? Ja, uiteraard, als je verliest is het nooit leuk. Van 5 naar 2 is natuurlijk een behoorlijke stap terug. Maar als ik kijk wat er de afgelopen jaren met gebeurd is, de negatieve aandacht die toch wel op het is afgeroepen de afgelopen tijden, vertrekkende fractievoorzitters, de concurrenten van D66, dan denk ik van, nou ja, in de peilingen in december hadden we de 0, in januari hadden we de 1 en we eindigen uiteindelijk met 2. Dus ik denk dat we ons redelijk hersteld hebben. En ja, een neerwaartse lijn moet ook een keer opwaarts gaan, dus laten we dat gewoon de komende 4 jaar met gewoon daadkracht gewoon. Ik wil toch nog eventjes met ChristenUnie, dat is toch wel heel spectaculair. Is dat onverwacht geweest, 2 zetels? Want het was toch in de peiling of in de stemmen geteld werden, kwam je misschien op 1,5 zetel uit en dan wordt het naar boven afgerond. Is dat grote vreugde? Ja, we zijn er ontzettend blij mee, want de afgelopen 3-4 verkiezingen hebben we telkens bijna op 2 zetels gestaan. Vorige keer was het op 38 stemmen na, hebben we het niet gehaald. En dat is toch jammer. En we zijn ontzettend blij dat het deze keer dus net wel onze kant op is gevallen. Dus daar zijn we gewoon blij mee. En ook met dank aan het CDA met wie we een lijstverbinding gehad hebben. Ja. Dat we toch een zetel hebben kunnen krijgen erbij. Dus 2 zetels. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Ik begrijp dat in Café de Oude Knecht een groot feest aan de gang was vannacht. Dat vanmorgen weer vroeg zou zijn hier, dus dat hebben we niet zo heel erg laat gemaakt. Ja, moet ik dat geloven? Ik vind dat we ook alle reden hadden om feest te vieren. Ja. Want van 0 op 4, ja, vind ik echt een heel goed resultaat. Ja, je hebt alles met landelijk effect te maken, maar dan nog had ik eigenlijk wel verwacht dat wij wellicht een klein beetje zouden stijgen. Dus die 1 zetel verlies vind ik wel een teleurstelling. Ja. Ja, en dat een beetje stijgen, dat is ook, dat denk je ook van, nou, we hebben de afgelopen periode als SP goed gepresteerd. We hebben een wethouder geleverd, Kane Wolters, die had onderwijs in de portefeuille. We hebben eigenlijk nooit iets naars of akkefietjes over gehoord. Dus dat draagt ook bij aan de teleurstelling? Ja, zeker. Ze heeft onderwijs, sociale zaken, financiën. Dat zijn portefeuilles die zij de afgelopen tijd heeft gedaan. Ja, ik vind dat ze dat goed heeft gedaan. Ik vind dat wij het als SP de afgelopen 4 jaar goed hebben gedaan. Maar goed, de kiezer gaat daar uiteindelijk over. Mm-hmm. En dit is daarvan het resultaat. Dus ik vind dat jammer, maar dat is zoals het is. Oké.
Nou, dan gaan we even naar de buurvrouw Anja Wijnands. Ik kan een beetje voorstellen dat de gevoelens hetzelfde zijn. Hè? Toch een zetel kwijtgeraakt, maar ook landelijke effecten die part hebben gespeeld. Nou, het werkt zoals gezegd, dus werkt natuurlijk wel mee. En ja, je doet je best, je werkt er hard aan. Je hoopt gelijk te zijn, één erbij te halen. Maar ik denk door onze standpuntbepaling dat dat ook is geweest. Van we zijn duidelijk en helder geweest. En dat wordt niet altijd begrepen. Achteraf dan zeg je van nou, ja, waarom is het niet begrepen? Maar we gaan er gewoon weer hard voor werken. We hebben er altijd hard voor gewerkt en we blijven gewoon doorgaan. En we zien de tijd toch weer positief tegemoet. Jan Kastje, dat is ook een nieuwkomer in de Hilversumse politiek, maar niet helemaal in de politiek, want al statenlid. Ik ben onder andere 8 jaar provinciaal statenlid geweest, ja. Ja, de uitslag 3 zetels en nu weer 3 zetels. Hoe is dat gisteravond beleefd? Nou ja, kijk, zeker met een nieuw gezicht zoals ik, een onbekend gezicht, vind ik dat het goed is dat we stabiel zijn gebleven. Ja. Oké, okay, en heeft dat ook te maken met de profilering van GroenLinks de afgelopen periode? Van nou ja, toch een beetje in de luwte geopereerd of niet uitgesproken standpunten? Niet punten waarop je afgerekend kan worden door kiezers bijvoorbeeld? Nou, we hebben de afgelopen periode een fractie gehad die wat minder zichtbaar was. Dat klopt, daar heeft u gelijk in. Dat kan ermee te maken hebben dat je net even misschien tegen de landelijke trend in geen extra zetel haalt. Maar nogmaals, we zijn stabiel gebleven. Dat is mooi. 3 zetels, daar gaan we vol voor. En we gaan de komende periode lekker zichtbaar en veel dingen voor Hilversum doen. En ik wil natuurlijk de Hilversummers, de kiezers bedanken. Want nou ja, ik gaf een kleine verklaring van hoe ik denk hoe het gekomen is. Maar het is uiteindelijk geweest dat we het vertrouwen hebben gekregen van de Hilversumse kiezer. En ik besef me wel dat het een enorme verantwoordelijkheid is die we nu op ons nemen. Zeker in een lastige tijd waarin we heel lastige keuzes moeten maken in Hilversum. Bezuinigingen die erin aan zitten te komen. Dus we nemen dat heel serieus, die verantwoordelijkheid. Maar ja, gisteravond overheerst natuurlijk wel de sfeer van de overwinning. En, maar Hilversummers, kiezers bedankt, want ja, echt geweldig. Heer Hazelager, ja, ondanks het verlies van gisteravond, toch hoort u nog bij de grootste 3 partijen van Hilversum. Ja. Elk voordeel heb een nadeel, hè, van de zon. Dus ja, dat klopt. Heeft dat nog consequenties voor de toekomst? Nou, dat weet ik niet. Er staat hier de grote leider van Hilversum, die moet het nu bepalen. Dus de grootste partij die moet gewoon maar gaan nadenken hoe ze het willen hebben. En ja, wij kunnen weer bescheiden in de achtergrond. Waar staan we nu en wat gaat er veranderen in Hilversum nu het politieke spectrum die verschuivingen heeft gekend die we nu bespreken? Erik? Ja, het is duidelijk dat wij een grotere bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgen. Grote winst. Nou, in ieder geval zijn wij voornemens om begin volgende week met alle partijen een ronde te maken. Om te horen van alle partijen hoe ze aankijken tegen deze uitslag en tegen mogelijke coalities. Ja, eerlijk gezegd, er zijn verschillende mogelijkheden in Hilversum op basis van deze verkiezingsuitslag. Nou, als winnaar mogen wij die collegeonderhandelingen natuurlijk trekken. Maar ik denk dat het goed is om van iedereen te horen van hoe zij dat zien, de huidige situatie, en hoe zij dat interpreteren. En nou ja, we hebben goede winst voor D66 gehaald. VVD die natuurlijk groot stabiel blijft. Partij van de Arbeid valt ook niet zo heel erg tegen qua uitslag, moet ik eerlijk zeggen. Hart voor Hilversum, een mooie overwinning. Dus ja, je moet toch kijken hoe je dat interpreteert. En, ja, nou, ik snap dat je vast een beetje voorschotje wil nemen en toch nog wel slagen om de arm wil houden. Maar ik wil voorstellen om misschien aan het eind van het programma even naar de nieuwe collegevorming te kijken.